It's time for Vectors' De The Vectors' are... zijn. Terug in je leven, je favoriete vechtsportpodcast. Met al je favoriete vechters en de mooiste en de meest indrukwekkende verhalen. En de man die vandaag bij mij op de bank zit, die heeft wel degelijk een heel indrukwekkend verhaal. We kennen hem allemaal al jaren als een van de toonaangevende namen in de Nederlandse vechtsportwereld. 13 januari van dit jaar kwam hij op een hele andere manier het nieuws. Door een heel noodlottig ongeval waarbij zijn zus Melissa om het leven kwam. Ik ben heel blij dat hij hier vandaag is. Op de bank heb ik het natuurlijk over Robin van Roosmalen. Robin, om te beginnen met de meest overbodige en waarschijnlijk meest gestelde vraag aan jou ja. afgelopen jaar hoe gaat het met je uh, het gaat de goede kant op alles is ja opbouwend zeg maar dus maar ik mag niet klagen nee je zit de mond bij ik ben ik ben echt heel blij ik ken je ja. al heel lang ja um, um, wel in heel goede omstandigheden gesproken. Uh, ik ben heel blij dat je hier bent. En dan nou, gaan het over wel. alles en nog wat uh, hebben. En natuurlijk ja. wat afgelopen jaar met jou is gebeurd. Uh, maar om te beginnen doen we als gebruikelijk in de, in de podcast ons onderdeel dekking laag. Ja. Het klinkt natuurlijk tegennatuurlijk voor jou, maar je moet altijd je dekking ja. hoog houden. Ja. Maar je krijgt stellingen van mij. En dan okay. mag je lekker snel uh, gewoon spontaan op reageren. Ja. En misschien dat we daar nog wel een kapstokje hebben om later over te hebben. Dus ik zou zeggen, ben je ja. ik klaar voor. Ben ik klaar voor? Ja. Gras is half vol of half leeg. Half leeg. Vechten van nature of vechten door omstandigheden? Natuur. Kickbox of MMA? Kickbox. Schrijver of blijver? Blijver. Lover of fighter? Fighter. <laughs> Terugkeer of het hoeft niet meer? Terugkeer. Bosbol of Tom Poes? Bosvoetbal heel makkelijk. Ja, dat kan ook niet anders. Ja, wij zijn hier van de poes in deze podcast. Ik met Gilbert, maar dat is allemaal een heel ander verhaal. Um, Dat wist ik eigenlijk al. Um, Rommel of straatschoffie? Rommel. Introvet of extravet? Introvet. En de laatste? Utdonk of Miami? Utdonk. Komen we terug bij de bossebol. Ja, ja, blijf mijn stad, dan was altijd trouw. Heb die eerste, glas is half vol of half yeah. leeg? Glas half leeg, vertel. Ja, als je een glas drinkt, dan uh, drink je hem op, dus dan is hij half leeg. Oké, okay, ja, dat is een manier dan te bekijken. Uh, uh, er ja, is ook heel veel met jou gebeurd, ja. af, afgelopen jaar. Uh, 13 januari, je hebt het verhaal natuurlijk al... Uh, en vaak verteld, herbeleefd, door je ja. overgaan. Kun je het kort vertellen ja, wat er die noodlottige dag gebeurde? Uh, die dag, ja, eigenlijk gingen mijn zusje en ik voor haar nieuwe auto gingen we ophalen. Ze had een uh, nieuwe auto geleased voor de werk, want ze zat in de zorg en ze moest veel rijden. Dus uh, we gingen voor een nieuwe auto kijken. Ja, dus eigenlijk, ik ging haar ophalen en ik heb haar voor het eerst laten rijden. In heel ons leven heeft ze voor het eerst gereden. Ik had echt geen zin om te rijden. Dan ga met je mee. Maar je moet je auto ophalen. Dus jij mag rijden. Dus ja, we zijn onderweg. Dat is gezellig. En in één keer uh, geeft hij geen gas meer. Zegt ze: dus Ik vraag van, nou wat bedoel je? ze zegt ja, geef geen gas meer. Dus wat zal we zijn inderdaad aan het doen? Het lampje van de motor brandt. en ja, Dus ik zeg, weet je, zet hem langs de kant. En dan bellen we daar weer bij. En dan kijken we dan weer. Dus ze zet hem langs de kant, zo ver mogelijk. Maar er was geen vangrail daar, dus we hadden ANWB gebeld zijn even in het gras gaan staan. Maar het was super koud die dag, ja, het was januari, het was winter, we hadden geen jassen bij. Dus uh, ja, na 20 minuten zegt ze: Van luister, ik heb het super koud. Van. Uh, hoe lang duurt het nog? En ja, weet je. Ik zeg: Weet je, wacht nog een paar minuten en dan, uh, anders gaan we gewoon even bij de auto staan uit de wind. Misschien dat dat helpt. Ze is dus een paar minuten gewacht en ze zegt: Van luister, ja koud gewoon niet meer. Ik zeg: Nou, is goed, dan gaan we naar de auto. Dus wij bij de auto staan. Ik het tegen de auto leunen. Zij zat eigenlijk in de bij, uh, bijrijderskant ja. op de stoel met de voeten naar buiten en ja, we zijn aan het praten. We bellen nog een goede vriendje van of en en is van: luister, kijk wat we nou weer hebben. En ja, twee minuten later worden we in één keer geraakt door een, uh, door een harde klap. Ja. Jouw Instagram staat... Nog een filmpje op dat moment, dat je dat, dat je ophaalt, en maar ook het moment dat jullie daar met z'n tweeën op die vluchtelok staan. Ja, dat was 20 seconden ervoor. Dat is echt vlak daarvoor. met ja, en, en ja. die wetenschap van wat, wat er daarna gebeurt, als je dat filmpje ziet, dat, ja. dan krijg je echt gewoon 5000 dubbele hartverzakking van. Ja. Dat, dat gaat door merg en been. En ja. dat is maar, als je het als buitenstaander ziet, ja. uh, jij bent daar, jij bent op die plek. Ja. Wat gebeurt er volgens? Word je wakker in het ziekenhuis? Nee, nee ik, uh, ik weet niet precies wat er is gebeurd, zou ik zeggen. Want ik, ik kreeg uh, een harde klap op mijn zij, zou ik zeggen, van die vrachtwagen. Ze dus heeft mij dus letterlijk geraakt, want ik heb ook een oogont ooggetuige gesproken en die heeft mij gewoon letterlijk door de lucht zien vliegen. Um, ja, weet je, dus ik weet niet precies of ik helemaal weg ben geweest of uh, gelijk. Het is een beetje. Want toen ik zeggen, omhoog keek, zou zeggen, verba verbaasd, toen ja, waren er nog niet echt mensen. Het enige wat ik zag is mijn auto, 15 meter verder staan. En mijn zusje daar liggen, zou ik dat zeggen. Dus ja, dus wat ik eerst zou ik sta op en ik probeerde naartoe te rennen. Maar ja, omdat mijn bekken dus uit elkaar waren gebroken, waren het een paar stappen. En die klapten in elkaar, dus dat ging niet. Toen kwamen er al mensen aan en die hebben haar toen voor de rest nog uh, ja, geholpen. Aan mijn benen en de ambulance kwamen Binnen twee minuten, moet ik zeggen. Gelukkig. Ja, en toen, ja, toen hebben ze eigenlijk haar gelijk daar gereanimeerd en de longen leeggepompt. Want is dat ook een beetje water, omdat het daar uh, vol met water lag, zeg maar. Trouw helikopter en ik naar het ziekenhuis. En ja, toen uh, ja, kwamen ze het ziekenhuis kwamen, toen hebben ze mijn scans gemaakt, hebben ze haar gescand. En ja, toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk uh, hersendood was. Ze konden niks meer doen. Uh, ik weet, je bent heel close, ja. zus. Ja. Uh, het is natuurlijk altijd kloot om zoiets mee te maken, maar ja. dat je op zo'n moment bij degene die het misschien het meest dierbaar is in je, le ja. in je leven, dat mee te maken, wat was, weet je nog wat eerst wat je, je, wat je dacht? Uh, wanneer? Op dat moment dat je dat hoorde, dat ze, dat ze, dat ze, ja, dat ze het niet meer was. Uh, pff, ja. Nee, ik, ik begon hyperventileren, huilen die niet stopte. Uh. Ik was ook verbaasd op een of andere manier gewoon van dat in één keer iemand zo diep bij gewoon weg is. Dus het waren gewoon zoveel gevoelens door elkaar heen. En ja, het, gewoon het ergste was gewoon van dat je weet dat je gewoon niet meer samen bent. We zijn nu uh, uh, tien maanden verder. He? Ja. Maar, ja uh, zeg wel eens, de, de overlijden, het, gaat, het gaat nooit over. Nee. Je, je, leert, je, wordt, je wordt er beter in om, om het te verwerken of om mee om te gaan. Um, hoe, hoe, hoe gaat het nu? Hoe... Ja, het is wat je zegt, het is gewoon nog steeds een, een weg in vinden. Het is gewoon, uh, het gaat makkelijker om met alles ermee om te gaan, om het te accepteren. Maar je accepteert het ook weer stiekem niet. En die eerste dagen van die je normaal samen, doet zeg maar, die zijn elke keer lastig. Het is toch een drempel van de eerste keer dat die wij altijd samen deden, die is nou is anders. Dus dan moet je ook weer een beetje je weg in vinden, maar Sorry? Wat zijn dat voor dingen waarbij je haar dan, dan mist? Um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon haar uh, bij zijn, zeg maar. Gewoon haar. Ja. Gewoon zichzelf, hoe ze is, hoe de energie die zij meegeeft, de positiviteit. Dat soort dingen. Ja. Wat mis je het meest aan het? Um, het meeste mis ik haar uh, positiviteit en het mooie zien van het leven. Ja. Ja. ja, dat is ook, hè. iedereen die haar, die haar kende, ja. die kende er ook. Ik heb er ja. gelukkig ook uh, vaak mee mogen maken. Dat was inderdaad een en al positivisme. Ja. Ze straalde energie uit, was altijd lief en, ja. en, en, en um, zorgzaam volgens mij. Voor ja, de super erg ja. Ja, ja, nee, je hebt geen, geen zorgzame persoon als haar. En ja, hoe zij soms gewoon een euro, een miljoen niet lijken, was echt knap zeg maar. Ja. En ze kon een beetje kickboksen. Ook, ja, ze kon heel vaardig kickboksen. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Jullie trainen ook vaak samen. Wij tra trainen heel vaak samen. Ja. Uh, ook door die corona op een gegeven moment ja, kon je niet meer trainen, dus deed deden wij gewoon elkaar trainen. En daarvoor trainen wij ook gewoon heel vaak samen. Gewoon ook als partners, of in de zaal, of ze gaf les. Dus ja, het was eigenlijk uh, helemaal erin verwikkeld. Ja, ja. dan was natuurlijk uh, bij jullie in het gezien. Jij was natuurlijk uh, ja, talentvol kickboksen, later doorgroeid ja. naar de wereldtop in, in het kickboksen. Ja. Dus zo'n aandacht ging altijd naar jou uit. Ik bedoel, ja. dat, dat is nou helemaal nodig een top, -top carrière. Um, dan zou je kunnen zeggen dat zij daar misschien een beetje in ondersnelde maar dat. Dat straalde zijn in ieder geval naar mij toen nooit uit, dat ze dat had. Dat ze was altijd juist heel nee. supportive en ja, heel blij. Nee, Melissa was echt de grote supporter voor mij. En ik denk ook dat dankzij haar dat ik ook zo ver ben gekomen aangezien. Omdat zij mij echt in alles steunde. Door dik en dun, of ze het mee eens was of niet. Als ik dat wou, dan was die steun was er gewoon. En Melissa, op een gegeven moment toen ze ouwe werd. Ja, vrouwen, ik vind het echt zonde vrouwen kickboxen. Zeker omdat het ook vaak knappe vrouwen zijn. Ik vind het ja. knap wat ze doen, maar ik vind het zonde. Ja. En Melissa op een gegeven moment vond ook die werd ouder, het werd wat meer vrouwelijker. Het werd natuurlijk ja, een beetje uitgaan, een beetje ditje. Dus op een gegeven moment bleef ze trainen, maar geen wedstrijden meer. Dus ze vond de sport super leuk, maar het was echt puur support op een gegeven moment. Ja, ja ze zeggen, wel eens een familie uh, krijg je, die, die, die ja. kies je niet uit. In jouw geval, schot in de roos, want jullie hadden echt als broer en zus uh, ja. super, 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 super hechte band. Ja, een hele hechte band. Ja, daar ben ik heel blij om. Ja. 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 Dan, dan gaan we terug naar dat ziekenhuis, dan, dan, ja. dan, uh, dan hoor je dat en dan, dan stort je wereld in elkaar ja. op dat moment. Want los daarvan, want je ligt zelf ook in de puinpoeies. Je bekken gebroken, ja. uh, je rugwervels gebroken, je ja. was van alles afgescheurd. Ik ja. weet niet wat er allemaal mis was met je, maar... Ja, er waren heel veel, veel kraakbeen en botten waren gebroken in mijn, uh, in mijn rugwervel en ja. afgebrokkeld, zeg maar. Ik had een broedplop van een liter in mijn rug, mijn bekken waren uit elkaar gebroken en er was schaaf hier en dat en... Dus ja, dat was ook niet het, uh, ja, het meest comfortabel om het ah, ja. zomaar te zeggen. Dus het was een beetje alles bij elkaar. Ja. Ja. Maar ik bedoel, ik me voorstellen op zo'n moment dat je geen bal interesseert eh, hoe je er zo in Nee, totaal niet. Nee, dat was... Uh, pff, nog niet misschien dat dat mij iets boeide. Al zou ik het heel mijn leven, zou ik zeggen, uh, vlam moeten zijn. Dan zou ik me nog niet eens interesseren als ik mijn haar terug kon krijgen. Dat was mijn, uh, voor mij het belangrijkste. Nou ja. ben je natuurlijk... Je zegt net, ik ben een vechter van nature. Ja. Uh, en ook een vechter door ervaring. Want ja. je, vanaf dat je, je kon eerder vechten, dat je kon lopen, ja. bewijs van spreken. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat de vechtlust op zo'n moment ja, heel ver te zoeken is. Ik bedoel, ja, je bent de meest dierbare persoon in ja. je leven weer verloren. Je bent je carrière op dat moment ben je kwijt. Ja. Hetgene waar je ja. al die jaren ja. voor geleefd hebt. Dus dat je, ja. ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is, maar dat je ja. dan denkt van. Laat ik me zitten, allemaal. Ja, nee, dat heb ik zeker de eerste tijd zo gehad. Ja, 100%. Als je zegt, je bent de Diva kwijt. Je bent je carrière is eigenlijk kwijt, zou ik zeggen, op dat moment. Dus ja, eigenlijk valt gewoon heel je leven in elkaar. Alles wat je voor hebt gevochten en hebt gedaan, valt weg. Ja. Dus die eerste week was wel, een, was wel een probleem. Ja, ik had, ja, wat je zegt, ik had die verse weglust totaal niet. Ja. Nee. Hoe, hoe diep ben je gegaan? Ja, heel diep. Ik heb echt. Uh, ik kan denk ik wel zeggen een soort van depressie gezeten waar het enige is op een gegeven moment wat gewoon nachten overslaan was, piekeren, flessen, whisky die er doorheen gingen omdat er niks anders, ja, om iets te verlichten wat uiteindelijk niet ging, want als ik drink word ik juist heel emotioneel, dus het werd alleen maar erger. Dus ja, op een gegeven moment, ja, dan een beetje op een gegeven moment het vet te zoeken, dan denk je van, ja, waar moet dit nog heen, waar, hoe kan ik dit nog opbouwen, zeg maar. Ja, en, en, en hoe kom je daar weer uit? Ja, dat was een grote vraag. En eigenlijk naar mijn EMDR-therapie en uh, met leg, de psycholoog. wat dat is. EMDR-therapie is dus eigenlijk dan, uh, ja, voor traumatische beelden moet je bepaalde handelingen doen. Of een vinger, ik moest een vinger volgen en ondertussen een, een ritme tikken. Ja. En dan aan dat beeld denken, omdat je dan meerdere dingen tegelijk doet. Dat jouw werkgeheugen gaat dan alles verlichten en okay. omzetten, zeg maar. En dat heeft mij heel erg geholpen om die, om die beelden, zou ik zeggen, te kunnen controleren in plaats van in paniek te raken. En naderhand heb ik ook met die psychologen een aantal sessies gepraat over bepaalde dingen. En ja, het heeft mij super goed geholpen. Dus als iemand dit ooit zou zeggen overkomt, zou ik wel zeker dit aanraden. Ondanks dat, ja, ik ben helemaal niet van de psychologen, want ik dacht, ja, weet je, dat heb ik niet nodig. Ja. Maar het is wel iets wat echt, uh, waar je iets aan hebt. Ja, want je bent, je zei net, je zei introvert of extravert, dan zei je ja. introvert. Ja, ik ben heel dus erg ken introvert. ik ook wel iemand, die, iemand ja. die, die heel erg zijn gevoelens bij zich houdt, ja. moeilijk, moeilijk uit, ja. totdat tot het te laat is volgens mij. En dan, nee, dan, kom... Ja, dan is er kortsluiting inderdaad. Nee, ik ben echt heel, uh, ja, heel introvert, heel gesloten. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk van mijn emoties te laten zien en te bespreken, wat soms wel een, een probleempje is. Ja, ja vandaar ook pokerfeest eigenlijk, dat is eigenlijk de hele... ...dinges erachter, maar het gaat nou wel... ...een heel stuk beter, moet ik zeggen, qua uitingen. Dus, yeah. ja. Maar dan komt er dus een moment, want ze zeggen wel eens... Ja. Uh, ...voordat je kan beginnen aan de opbouw... ...moet je echt rock bottom gaan, moet ja. je moet je diepste punt bereiken... ...voordat ja. je weer kan gaan opbouwen. Ja. Uh, dan komt er een moment dat jij... ...voor je gevoel dat diepste punt bereikt... Ja. ...en dat je eraan toegeeft dat je die hulp nodig hebt... ...om erover te praten, ja. want eigenlijk heb je daar... helemaal nou geen zin nee, in. Nee, dat kwam eigenlijk... net dat ik ja drie weken gewoon niet had geslapen... ...omdat ik gewoon continu beelden in mijn hoofd had van gelijk naar uh, naar het ongeluk van beelden van je zusje aan de beademing liggen dat die zo in leven wordt gehouden continu dat soort beelden waar je gewoon van wakker van schrikt of zodra je ogen dicht zijn je nachtmerries hebt en ja op een gegeven moment ik ging er echt aan om van drie weken niet slapen ja, je eigen gewoon ja lamzuipen zuipen zodat je maar niet eraan hoeft te denken dus het was echt de omkeer van luisteren ja we moeten echt iets hier iets gaan gaan doen anders gaat het gewoon mis ja als je het nu over praat, ja. heb je het idee dat je het allemaal onder controle hebt, maar dat is misschien weer de introvert die alles, alles onderdrukt. Uh, ja, ik heb met de psycholoog, of ik ben eigenlijk, zij zegt, ja, heel raar, ik ben eigenlijk een specialist in gevoelens onderdrukken. Dus, uh, dus voor nou hierover praten, kan ik het gewoon goed controleren, zeg maar, om... Mm -hmm. Om, ja, en ik heb die gesprekken de laatste tijd zo vaak gehad, eigenlijk, dat het eigenlijk ja, een soort van. Je wordt geoefend in. Ja, ja een soort van. Eigenlijk, ja, het lijkt wel hetzelfde, riedeltjes misschien overdreven, natuurlijk, praat ja. ik met je anders als met, iemand, als met iemand anders. Maar het komt eigenlijk een beetje op, het, uh, op hetzelfde neer, zeg maar. Ja. Maar het, het, is, het blijft moeilijk, hoe dan ook, het blijft moeilijk. Ja. Dat is een deel van het ja. gevecht? Ja. Uh, uh, ander deel van het gevecht is dat je in de lichamelijk natuurlijk helemaal in de paanpoens ja. ligt en, en ja, weer moet herstellen, revalideren. Ja. Fit wil worden. Want ja. misschien heb je in je achterhoofd nog zitten, werkt niet, je zijn net terugkeren ja. dat je wel weer uh, de kooi of de ring in wil. Ja, ja. ja dus eigenlijk ja, het natuurlijk de eerste paar weken, ja, ik ging gewoon niet, want mijn bekken, ja, die waren aan elkaar gezet met pennen en platen. Dus ja. Ik zat zwaar ook medicatie, want ja, ik moest morfine pil, alles slikken, omdat het gewoon niet ging. De eerste maand heb ik in een rolstoel gezeten, want ik mocht niet lopen. En daarna, die maand erop, mocht ik met krukken. En toen het dag goed ging en ik rustig kon lopen, mocht ik rustig aan beginnen, eigenlijk met fysio. En dat ging prima, maar ik had ook een schavond op mijn bil van, van de klap, zeg maar. Ja. En dus ja, op een dag zit ik eigenlijk op, uh, op de bank en mijn vriendin die komt bij mij zitten. En. Uh, in een keer een heel plas uh, vocht op de, op de bank van een, denk wel een halve liter. Dus ik zeg: Fenne, van, Ben jij dit? Of ja, weet ik van, ik zeg iets heel doms. En ik kijk naar mijn bil. En in een keer uh, blijft er nog steeds uit uh, water uitlopen uit die schaaf. Want die was ja. dus blijkbaar opengeklapt. Ja. En ja, dus wij naar het, ik kwam eigenlijk naar het ziekenhuis. Want ik heb ja allemaal slechte ervaring met het ziekenhuis. Ja. Gehad. Ja. Dus ik denk: pff, nee, Weet je, ik ga maandag wel zeggen. Ik denk, mijn vriendin, het was uh, zaterdag, we zouden. Uh, een visite krijgt, ze zegt nee je gaat nou, ik zeg want ik kan hier niet meer wachten, dit is niet goed. Ik zeg nou oké, okay, even snel dan, ik zeg dan kunnen we op tijd terug, want dan komt de visite. nou ja, dus ik naar nou, de ding: ze dus, gaat naar het ziekenhuis, uh, zegt ze zegt ja, nee je hebt MRSA zieke, ziekte, een ziekenhuisziekte. Dus dan hebben we eigenlijk een beetje de overtollig huid hebben ze weggehaald. Dus ja. had ik op een gegeven moment zo'n gat in mijn bil, wat gewoon helemaal weggevreten was, zou maar zeggen. Holy crap. Dus ja, eigenlijk kon ik weer gaan fysio en, uh, en weer opbouwen, ja. krijg je dit. Dus hebben ze me een tweede operatie gegeven. Daar hebben ze me mijn, mijn bil opengesneden en alle veiligheid weggehaald en hersteld. En ik kreeg twee drains in mijn bil. Oh, dat leuk. Dus twee slangen aan je kont hangen. Twee slangen aan mijn kont hangen voor uh, tien weken die alle vocht en veiligheid moesten wegzuigen. Dus ik kon niet fietsen, ik kon niks. En ja. ik, heb dus, ik kon niet slapen op mijn rug, want dan zaten die drains die trokken ja, dat eraan. Ik ben niet alles is lastig. Alles is kloot. Dus ik heb ja, tien weken op de bank geslapen, met, op mijn zij en uh, gelegen. Want ik, ja, ik mocht naar de Jumbo en wij, 50 meter verder, daar mocht ik heen. En dat was mijn uh, dagelijkse activiteit. Uit... Dus alles uh, ja, was weer bij terug bij elf, ik kon weer niks. Ja. Ja, je moet eigenlijk dan, als je gaat drijven je begint eigenlijk weer bij nul. Ja. Als je weer begint met lopen. Ja, en dan ben jij iemand die jarenlang op topniveau ja. heeft gesport, die gewend is ja. om alles te kunnen met je lichaam. Het ja. lijkt me ongelooflijk frustrerend. Ja, ik voelde mij echt een, echt een niets nut. Inderdaad, ik ging van uh, ja, 160 kilo squatten naar alleen de bar van 20 kilo. En dat ging met pijn en moeite. Dus ja, ik ja. voelde me van wat is dit joh? Dus ja, het was echt letterlijk van nul begin inderdaad. En ja, het, is, uh, nee, het was wel echt uh, mentaal misschien nog wel lastiger dan fysiek dat uh, zo aan ja, te ja, zien. Precies. Dat je alleen maar die dingetjes kan en opdrukken vijf keer. En dat je in denkt van hoe dan? Hoe kan ja. je lichaam zo zwak in één keer zijn? Ja, ja eerlijk gezegd, hoe vaak heb je erover nagedacht om ermee op te houden? En laat me zitten al die onzin, ik heb er geen zin meer Nee, ja. ik, denk wel, ik denk wel vaker dan dat ik naar de visie ben gegaan van Laat ik me goed gaan opbouwen. Nee, dat heeft echt, denk ik wel dertig keer geweest. Van weet je, ik had met heel deze onzin dan, maar uh, nee, niks meer. Ja, en waarom toch doorgaan? Uh, ja, omdat eigenlijk alles, hoe helder er alles dingen voor mij wordt, wat vond ik het gewoon te zonde omdat ik hier te veel en te hard voor heb gewerkt en ik nog iets te wijzen heb voor mijn zusje. Dus dat was een beetje een, een motivatie, zeg maar. Ja. Uh, dus ook de vechter in jou, denk ik, ja. de, de mentaliteit van jou, niet opgeven, moet doorgaan, ook als het tegen zit, als je neerslagen wordt, weer opstaan. Ja. Ja. ja, ik denk dat er wel iets zit in dat ook door de sportmede dat dat zo is, uh, is gekomen, zeg maar, ja. Ja. Ga je nog terugkomen als vechter? Er uh, ligt aan wat, wat, wat het toelaat. Het is, uh, nu is het nog echt een groot vraagteken, mm -hmm. er is niet te zien wat mijn lichaam nog en hoe ver het sterker gaat worden, uh, hoe mobiel het gaat zijn door die uh, bekken. Een stuk huid op mijn rug is ook, zou ik zeggen, is verstijfd doordat die huidlagen los zijn gelaten. Dus die zitten van elkaar af en daar heb ik ook geen gevoel meer. En als je daaraan aanraakt, zou ik we zeggen, weet ik niet. Ik weet dat er iets is, maar ik kan niet zeggen waar, omdat ik dan gewoon geen gevoel okay. meer heb. Die zenuwen zijn uh, afgescheurd. Dus er zijn allemaal dingen waar je gewoon even rekening mee moet houden of, of dat gewoon goed gaat herstellen of je nog goed gebruik kan maken voor je lichaam. En als ze zeggen, ja weet je, je kan 90% gaat het goed komen, ja dat vind ik te weinig. Ja. Dus de, daar is deze sport een te risicovolle sport mm -hmm. voor. Dus zelfs als je gezond bent, zitten er risico's aan vast en als je dan niet 100% bent, dan vind ik dat je die risico niet moet nemen. Mm -hmm. Maar ook je eerste naam misschien, want je bent natuurlijk gewend om met de top mee te vechten dus en dan wil je is, het niet ja. genoeg nemen. Nee, dat ook niet. Ja, dat is dan misschien ja, iets waar ik nog zelf niet zo heel veel aan heb gedacht, maar dat is wel inderdaad iets wat, uh, ja, ik zou niet mijn, mijn naam die ik wel redelijk goed heb opgebouwd om zeggen nou, nee iets iets meer willen doen zou om zeggen dat ze zeggen van ja, weet je. Nee, het was ja. het toen niet. Ik heb in het begin dat is in, in, in de redelijk vlak na uh, ...de hele tragische gebeuren... Ja. was gelezen dat je hebt gezegd van nou, ik, ik ga sowieso terugkomen en dan ga ik er eentje in om plat gezegd in de kooi of in de ring ...helemaal de tyfus inslaan en dat is dan uit naam van Melissa. Oké. Okay. Heb je dat heb je dat nooit nee. zo gezegd? Nee, nog nooit. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is echt iets wat ik het eerst naar hoor. Oké. Okay. Nee, ik ben altijd heel bewust van geweest van, luisteren. tuurlijk, het liefst zou ik het doen, maar het moet voor mijzelf echt mogelijk zijn, zeg maar. Ja. En als het niet is, nee. ja, deze woorden zijn, ja, je, je kent me, deze woorden zou ik echt niet aan mijn mond komen, zeg maar, op die manier. Nee, dus... nee, nee, ik, doe, ik, ik vertel het ja. wat kleur ik vertel ja. Wat ja, 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 maar... nee. Nee, nee, ik heb wel het gezegd, als, als mijn lichaam het toelaat en mijn mentaal in orde is en ik kan het, dan zou ik het graag willen, maar het moet wel echt mogelijk zijn. Ja. En dat is nou nog te, te groot ja. vraagteken om te zeggen van, het gaat gebeuren. Ja. Is, het een, is het een doel op zich, of een motivatie, of een anker op zich waar je, je aan vasthoudt? Ja, zeker, ja. 100%. Ja, weet je, voor mij hoeft het niet een hele carrière te zijn, dan kan ik maar gewoon eentje doen. Ja. Eentje is gewoon zat voor mij in principe, als het zou kunnen, ja. Ja, gewoon om officieel te bewijzen dat je ja. de hele trek kan afleggen en daar weer kan ja, komen. inderdaad, ja, ja. Ja, ja. ja. Zie je dat dan met, met uh, tien ons, of met vier ons handschoentjes? Daar ik me, da me niet zo heel veel uit. Ik denk, uh, als ik nou kijk naar mijn lichaam met mobiliteit, is misschien kickboxen hetgene wat be beter kan. Dus misschien dat ik daar ga, maar voor mij maakt het niet uit. Op zich niet zo. Uh, nee. nee, ik heb niet echt een keuze over voorkeur daarin. Nee. Het liefst nog wel een MMA, omdat ik daar gewoon heel lang naartoe heb gewerkt en ja, elke keer niet door is gegaan. Ja. Dus, daar zou ik heel graag nog steeds mijn, uh, mijn kunnen willen laten zien. Maar ja, als ze het niet toelaat, dan, dan kickboksen. Wie ja, staat nog steeds onder contract met Bellator? Ja, nog steeds. Ja, ja. Bellator heeft gewoon heel duidelijk gewoon gezegd van luister, ja, dit is iets wat je niks aan kan doen. Het is erg dat het contract die blijft gewoon openstaan totdat je terug kan komen als het mogelijk is. En uh, voor de rest zetten we hem nou gewoon op pauze. Ja. Heb je wel goed contact met de mensen uit ja. de organisatie gehad? Ja, zeker. Ja, nee, Bellotter heeft mij heel goed behandeld. Alle begrip en uh, ja, heel netjes alles opgelost. Dat is de reden ook waarom je misschien, als, als het kan, dat je dan ook bij hun juist. Ja. eindelijk daar ja, je. Ja, je de wil maken. Geen ja. om te zeggen. Maar... Ja, het is heel raar. Ja, maar ja, inderdaad. Ja, de bit maken. Ja, ja. Ja, ja. Volg je de sport nog wel op de voet? Ja, ik volg alles. En ik moet heel zeggen, uh, heel toevallig. De laatste week heb ik een aantal evenementen gekeken. En het is nou eigenlijk voor het eerst dat het weer echt gaat kriebelen, zeg. Ja, ja. ja. Wat merk je dat aan? Is... Gewoon aan, de, want ik kan mezelf voelen van, oe, goed, van, dat ik er meer mee, mee kan leven. Kijk, de laatste uh, half, laatste naïeve maanden heb ik eigenlijk gekeken van ja, gewoon met een uh, zonder gevoel. Gewoon van, oké, okay, ja. Ja, leuk. Zelf als goeie, ja, zelfs uh... als goede vrienden van mij, als die Oesman moest vechten en dan weer ik veel. Ja, dat keek en ja, was leuk. Ja, dacht maar: oh ja, gewoon oké okay, leuk. Er was geen emotie bij of niks. En dat was een merkte ik laatst vorige week weer. Uh, vorige week weer echt. En misschien komt het ook omdat uh, mijn uh, goede vriend Sean moest. Maar uh, ja, nee, eigenlijk sindsdien is het weer eigenlijk weer een beetje gaan, uh, gaan groeien. ja. Ja, Ik ik ben ik voel, ik, ik, ik kijk op een andere manier naar Fisbot ja. dan jij, want jij bent de beoefenaar, maar. Als ik vecht zit te kijken, zit ik heel vaak zit ik een beetje ja. mee te doen voor de tv, weet je. Dan zit ik na het na ja. te mimiken, Dan zit je zo in een ja. gevecht. Uh, hoe, zit jij het dan ook zo Of Zit je dan een bepaalde vechten te kijken, jouw gewisklassen? Of van dat kan ik nee, even, of dan, dat normaal ik zo ben doen. ik ook heel erg zo. Zeker als er uh, vrienden van mij moeten of die jongens die ik goed ken, dan ben ik er echt in en op mee. maar als er, als ik tegen iemand zou, zou moeten. of iemand van mijn gewisklassen, dan krijg ik, kijk ik misschien wat meer naar. ...hoe die presteert en zijn goede sterke punten... ...maar als vrienden van mij moeten... ...ja, dan wil je echt niet naast mij zitten... ...want ik denk dat je zelf een paar klappen krijgt van... <laughs> ja, ...van enthousiasme. Dus <laughs> ja, maar weet je nog dat er een bepaalde trigger was... ...waardoor je die kriebel weer voelde... ...of was het gewoon... Ren? Nee, het was in één keer gewoon uit het niks. Het was denk ik wat ze zei ja, ...toen ik vorige week wedstrijd van Sean aan het kijken was... ...toen kwam het weer echt naar boven van... ...ik denk omdat hij echt ook zo dicht bij mij staat... Zou ik maar zeggen, ...dat ik dan ook weer die dingen voel samen met hem... Zou ja. Ja, ja, ik verloor helaas die partij, dus ik voelde die pijn ook weer. Dus dat was weer minder. Maar die uh, enthousiasme en die, uh, die drang om te winnen, zou ik maar zeggen, die was er wel weer. Ja. De honger kwam weer. Dus Precies, net of van... wereld ja. werd je wakker een beetje. Precies, ja. ja. Misschien is dat het wel, ja, toen, ja. een beer uit de winterslaaf komt, zeg maar. Ja. Ja, hoe is dat gevoel? Ook een beetje eng misschien wel. Weet je, ja ik, uh, ja. ik heb toevallig gisteren er iets over neergezet om op mijn Instagram. Het is eigenlijk een, ja... Uh, yeah. Je wordt weer enthousiast, maar eigenlijk krijg je ook tegelijk... gewoon weer een plat ant tegen je gezicht van... het is niet zo enthousiast zijn, want misschien kan het helemaal niet meer. Dus, ja, een beetje Dus je probeert je eigen een beetje, beetje gedijst te houden. een beetje in te dalen van ja. luister, gaan niet te veel vooruit denken. Want er is nog te onduidelijk, zeg maar. Ja, uit zelfbescherming eigenlijk. Om precies, te ja, om te worden. Ja, ja. Dat inderdaad, precies zelfbescherming ja. misschien wel. Daarom ga ik ook eigenlijk geen trainingen kijken. Want ik ken mezelf. Ja. Als ik ze dan zie trainen en dan weet ik van... en ik kan ze ergens mee helpen of ik zie iets... Dan, Ga ik meedoen of voordoen of weet ik van dan ga ik weer te enthousiast en dingen op. Misschien dat ik zelfs wel mee ga trainen dan. En dan wil ik mezelf gewoon voor beschermen. Ja, wanneer is het de laatste keer dat je überhaupt handschoenen handschoen hebt aangehad in een trainsituatie? Uh, ik heb even kijken, een aantal weken geleden. Ik, zes weken geleden heb ik een keer getraind. Ja. En ja, daarna heb ik drie dagen plat gelegen van de pijn weer. Dus ja, toen heb ik gezegd van luister, de eerste tijd niet. Dus mijn, toen heeft mijn chirurg ook gezegd van luister, ja, jouw platen en pinnen die... Uh, zitten nou in de weg. Ze moeten nog even blijven, van. Ja, mogen ze pas eruit halen. Ja. Maar er eentje drukt op dit moment een pin op een zenuw. Dus waardoor die pijn dus naar mijn knie doortrekt naar mijn been. Dus ja. dan. Zij heeft gezegd: van weet je, je kan het been nog even gewoon alleen echt kracht opbouwen. En dan later als die plaat naar binnen kan je misschien rustig aankijken hoe het voelt en doet. Ja, maar nu dus even geen optie nog. Uh, nee, voor nee, 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 nee nog, uh, nog even niet. Dus nou is het tot nu toe nog alleen visio. Ik heb gelukkig een hele goede visio. Dus. Uh, dus zijn we nu uh, mijn kracht aan het opbouwen. Oké, okay, hoe moeilijk is het voor je? Ik kan me ook voorstellen dat het, nou ja, als je zegt dat je honger weer begint, dat het ja. juikt om ook daadwerkelijk wat te gaan doen. Ja, weet je, ik moet mezelf gewoon echt beschermen dat ik niet te fanatiek ga doen. Want als ik ga trainen, dan ga ik er 100 voor. Dus ja, of het nou pijn doet of niet, dan is het ja, een beetje een probleem. Dus daarom train ik ook niet zonder mijn visio, want die houdt alles goed in toon man. Als voor mij het iets echt het gemakkelijk voelt om zeggen gewicht, dan wil ik al gelijk uh, ja, schijven erbij gooien en hij zegt: uh, doe maar even rustig. Dus ja. daar ben ik wel uh, heel blij om. Ja. <laughs> anders gaat het weer mis. <laughs> ja. um, je bent bezig met een boek hè? Ja. Ik zag een stukje van je boek had je op je Instagram ja. gepost en, ja. en dan ook dat je het moeilijk vond om het zelf ook helemaal uit te lezen. Ja, 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 ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het um, um, heel confronterend is. Het boek gaat ja. natuurlijk over, over jouw hele leven, je hele verspotcarrière, ja. maar natuurlijk ook met name over wat er dit jaar is gebeurd. Ja. Zal er een prominente rol in spelen, denk ja, ik? Ja, procent. maar ze gaat sowieso een heel groot deel over mijn zusje. Die heeft ja. sowieso een, een grote rol gespeeld in mijn leven, in mijn, in, mijn, in mijn carrière, in het laatste jaar. Dus het gaat heel veel over haar. Het gaat over mijn, uh, over mijn jeugd, over mijn uh, familie, zou ik maar zeggen. Hoe mijn familiesituaties waren. Uh, ja, En natuurlijk over het ongeluk en het verwerken van. Dus het heeft allemaal wel een soort van dieptepunten. Ja. ja. Um, dat wil ik zou misschien ook wel even vertellen ja. met je. Maar um, vertel eens, hoe gaat het proces van een boek schrijven? Want ik heb me voorstel, het is heel confronterend, maar misschien ook wel therapeutisch. Ja, het is een beetje inderdaad. Het is heel tegenstrijdig eigenlijk. Ja. Ja. Het is heel tegenstrijdig. Het is fijn om met iemand, een neutraal iemand, uh, erover te praten. en... Maar het is ook weer, elke keer kom je dus terug op, op die dingen die, die jou zo pijn doen. Dus het is een beetje therapeutisch, pijnlijk. Maar het is voor mij voor een, een goed doel, ter ere van mijn zusje. Dus het is een beetje alle kanten op. Dus het gaat echt, het gaat echt alle kanten op je gevoelens. En vooral het praten en het vertellen, dat ja. ging op zich wel. Ik ben ook zelf, ook, hoe raar dan ook, dat had ik nooit verwacht. Ben ik ben zelf heel veel gaan schrijven, omdat het help blijkbaar. Ja, ik voel het heel fijn om alles op papier te zetten, om je uit te laten, om je gevoelens. En... Dus daar ben ik ook heel veel aan het doen en dan stuur ik naar hem door en hij past dingen aan en hij kijkt hoe het loopt. En, uh... Dus ja, dat, dat ging op zich allemaal prima, maar hij heeft laatst had hij, de, had hij maar de eerste 40 bladzijden gestuurd, zeg maar, omdat ja. hij die af had. Ja. En jij ja, naar de eerste bladzijde kon ik al niet meer lezen, van, daar kwam je weer terug op van, oh shit. Ja. Hoe heftig het eigenlijk was en hoe die dagen zijn gelopen. En je denkt van ja, hoe moet ik dit ooit allemaal gaan uitlezen? Want ik moet natuurlijk goedkeuring geven, dus ik moet het zelf gaan lezen. Dus uiteindelijk heb ik, uh, ja, heb ik de ballen bij elkaar geraapt om het zo maar te zeggen. En heb ik het afgelopen weekend gelezen. En ja, dat was wel, uh, was wel moeilijk, dat was wel heftig. Ja. Ja. Want het is heel anders als je het uitspreekt. Dan ja. als je je eigen woordenpapier terugleest. Ja. als voldoende feit. Ja, precies. Als, als, je, als je een boek leest. dan ga je ook een beetje een eigen fantasie. of eigen beeld bij creëren. Ja. En, ja. en ik weet die beelden gewoon echt precies wat in details. Ja. En ik moet ook zeggen. die man, Siebe, die uh, ja, hoe hij het neerzet. en uh, schrijft. zou ik zeggen. of aanpast. of hoe je het ook wil noemen. Uh, ja, is gewoon zo levendig. dat het gewoon net. voor mij gewoon echt is. Het staat gewoon zo in details precies. Ook mijn gevoel erbij. die is gewoon. alles is gewoon. Letterlijk zoals het is staat, zeg maar. Dus ja, dat vond ik wel heel knap dat hij dat zo heeft kunnen doen, ja. Ja, hoe moeilijk is het om, als je met, met hem zit te praten, om ook echt gewoon alles eerlijk te zeggen zoals ja. je het voelt? Moeilijk zoals ik zeg, ik ben heel introvert, dus ik heb altijd mijn gevoelens binnengehouden en zo mooi moeilijk mee te maken. En uh, ja, uit de buitenwereld eigenlijk gewoon laten blijken dat alles prima is, terwijl het helemaal niet zo was. Dus ik heb er ook heel lang over nagedacht. Ik zei is ja, heel grappig, goed, dit is gekomen. Melissa heeft al jaren tegen mij gelegen. Ik zeg vooral, Robin, je moet echt een boek gaan schrijven. Want ik weet gewoon dat jij uh, daarmee mensen kan helpen. En misschien wel een stapje verder kan leiden in een leven. Ik zei, weet je, wie wil dat nou lezen? Laat mij maar rustig zeggen. Ja. Zeg, laat, voor, mij, voor mijn gevoel ben ik gewoon heel simpel. Maar hij zegt: Luister, Rob, jij kan echt bijdragen aan mensen dingen. Luister, je hebt veel dingen meegemaakt. Je hebt, veel, je hebt van eigenlijk van niks naar iets heel moois opgebouwd. Dus ja, jij kan er echt iets mee doen. Dus ja, daar heb ik altijd maar achterover gehouden. En heel toevallig was ik bij mij in de Jumbo uh, boodschappen aan het doen. Ik was een, een ja, ik kon toen net weer normaal lopen. Dus ik, ja, ik uh, ongedoe, ineens mijn tanden gepoetst, ik naar de winkel het moest even snel iets hebben. Zo wel. Stond er een vrouwtje aan de kast van mij en ze was op een paar keer aan het omkijken. Ik denk, was is er nou weer aan de hand, dus op een gegeven moment zegt ze mij, hé, jij bent toch die kickboxer Dus ik zeg, ja, is het, dat ligt er van voor, ja. Huh. Ze zei, nou luister, mijn man heeft een uitgeverij en je staat al heel lang bij ons op de lijst om een boek te schrijven. Heb, er, heb je daar interesse na huh. Dus ik zeg, ja, weet je. Zoals ik ook al toen zei, ja, ja, ik weet niet, hoor. weet je, het is zo'n... Waarom? Zei, ja, kom je. op, dat moet het teken ja, zijn, dan toch? Precies, ja. dus op een gegeven moment ging ik, ik denk: Ik zeg, nou weet je, ik, zeg, ik zal je mijn nummer geven. zegt: Anders geef me jouw nummer, dan uh, zorg ik dat mijn man jou belt en dan kunnen jullie het over. En dan kan je altijd nog kijken, die kan het beter uitleggen, je altijd een kijken wat je wil. Ik zeg Ja, is goed, je kan mijn nummer geven. Ik dacht: Ja, het zal wel. Dus ik ga terug naar, ik ken een fan aan mijn vriendin en ik zeg: nou kom, dit, dit is net gebeurd, bla bla. Ze bla. zegt: Oh, dat is wel mooi. Ze zegt: Melissa heeft ook altijd dat al tegen jou gezegd. Dus zei ze. Misschien is dat wel een idee. Ik zei, nou weet je, laten die mensen die uh, uitgeverij en die uh, auteur, laten we gewoon langskomen. Gaan we een gesprekje dan. Huh. Zien we wel. Maar die, die mensen waren ook, moet ik zeggen, vanaf het begin van de dus helemaal niet gepoest. Of je moet, of heel lekker relaxed. Gewoon echt goed gevoel. Als je wil, wil je. Wat je wil, wil je niet. Bla bla. Heel makkelijk. Dus so, eigenlijk weet je, ik zeg Nou, oké, okay, nou, laten we afspreken, Kom ik in ons, dan doe ik een beetje vertellen. En dan kunnen we kijken of het goed voelt en hoe we daar denken. So, ja, dus ja, dat hebben wij zo eigenlijk zo gedaan. En ja, die man die het schrijft, ja, daar heb ik gewoon zo'n goed gevoel bij. Echt een vertrouwend persoon, is daar. Hele zachte, gevoelige man. Dus ja, die, ja, dat dus, was, uh, ja, was eigenlijk een goede match En dat is iets, iets heel moois. Ja, eigenlijk ja, wel. Dat ja. moest het zo zijn, toch? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want ik denk ook als je een boek schrijft schrijven, dat je met degene die het schrijft ook wel echt een goed gevoel moet hebben om een soort van band om het ja. zo maar te zeggen. Ik anders ga je niet open zijn over de Nee, je ja. moet je moet ook een beetje vertrouwen. Precies. Ja. Dus ja, dus toen ik daar ben, dan heb ik mij eigenlijk ook voorgenomen oké okay, Robin als je een boek gaat schrijven, dan moet je echt alles ook gewoon letterlijk en eerlijk, eerlijk vertellen. Ja. ja, en dat was dus omdat ik introvert ben, was er dus wel een probleem, maar ik heb mij om, luister gewoon eerlijk zijn en ja, ja. dat is uiteindelijk ja. Ik heb ook in, in al die tijd heb ik niet gezegd tegen mijn vriendin waar ik het over heb gehad of waar ik heb haar laatste eerste 40 bladzijden zo klaar te lezen. En ze zegt ook, oh, ze zegt zelf, toen zei ze ook van, luister, ik kon niet voorstellen dat je zo open zou zijn over alles. Dus, dus ik denk dat ik het wel goed heb gedaan. Ja. Ik vind het heel mooi, want ik zat, ik zat net weet je, dat vertel ik je ja. terug te denken. Want ik, we kennen elkaar al heel lang. Ja, ja. En jij kwam volgens mij als 17-jarige jong of zo je bij het Showtime ja, ja, binnen ja. destijds. Ja, en dan ja. moesten we die pre-fight interviews doen. Ja. En dan wist ik altijd dat nou, als van Roosballen komt, ben, ben je heel snel klaar. Want ja, er ja. waren, nee, dat waren interviews van. Uh, ja, die waren. 30 <laughs> ja, ik had er zo'n hekel aan in het begin. Ik ja. denk, ah. maar ja, weet je, ik, ja, ik hou sowieso niet van al die dingen. Later is het met Glory, vooral is het beter geworden omdat het gewoon erbij hoort ja. snap je dus ik wou dan ook wel weer uh, ja, voor mezelf gewoon en voor de promotie natuurlijk ja. iets moois brengen maar in het begin ja. ja ik was 17 ik was een puber ja ik had echt geen zin mm. in dan, ik wou gewoon vechten want de rest mijn boeit me ook heel weinig zeg ik wil ik al die aandacht en de rest en boeit me en voor mij is het gewoon de wedstrijden waren we dat gewoon voor luister ik, ik wil mezelf bewijzen tegenover mezelf en ik wil iets bereiken en de rest eromheen, die al die aandacht en die populair, ja. Ja. Nog steeds niet. Ik ben heel dankbaar voor al de support die ik heb gehad en mensen en bla. Maar nee, of ik nou 500 volgers heb of 50.000, voor mij is dat ja, is ja. Het geen probleem, nee. Ja. Nou, ik weet in ieder geval, stille water hebben diepe gronden. Want je ja. bent, ondanks dat je af en toe misschien uh, wat teruggetrokken terug, lijkt, je bent wel degelijk een grote persoonlijkheid. Dus ja. uh, dat gezegd te hebben, ik, ik vind het heel bewonderenswaardig dat je dan zo'n project aangaat. En ja. zo'n boek over nou ja, het diepste ja. van je ziel uh, de wereld in gaat slingeren. Want dat ja. wordt natuurlijk het moment dat het klaar is. En dan moet je het loslaten en ja. dan gaat de hele wereld het kunnen ja, zien. Ja, precies. Dat ja. is best wel een spannend moment, denk ik. Ja, dat vind ik een heel spannend Ik ben ook best wel uh, ja, benieuwd. Ik denk ook dat het heel veel mensen gaat verrassen, zou ik maar zeggen omdat ze denk ik niet dat verwacht dat het zo zou zijn en ik ben inderdaad wel benieuwd wat uh, ja wat de mensen ervan vinden en ja. of ik inderdaad zoals mijn zusje zei of de mensen zich in kunnen vinden en of ze er iets aan hebben daar ben ja. ik misschien nog wel het meest ja. benieuwd naar van ja. dat is eigenlijk ook wel mijn doel van of ik echt mensen ermee kan hebben en misschien wel ...naar een volgende stap of een kan begeleiden. in bepaalde -zelfde situaties. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, geven. Ja. Ja. Wanneer, wanneer moet het uitkomen? Wat is het doel? Um, ja, we ja. hebben eigenlijk niet echt een datum. Maar we zijn even... Wanneer zijn we begonnen? Ik denk dat we juni zijn begonnen. En, uh, ik had hem van de week toevallig gesproken... ...en hij zegt februari, denkt hij februari. zelf. Dus ja, ik, ja. ik, zeg, ik denk zelf. Maar, want ik, ik wil alles wel even nog goed... ...duidelijk uh, in de puntjes even... Uh, ja. ...controleren, maar nee, ja, ik, kijk er, ik kijk er wel naar uit... ...moet ik zeggen, het is best wel snel... ...ja, het is best wel snel, uh, dus ja, ja, best wel snel. snel als ik had verwacht... Ja. Maar ja, weet je... ...ik heb ook met hem continu gewoon sessies gehad van drie uur... ...zeg maar, dat we gewoon drie uur aan het praten zijn... ...en aan het doen, en hij research heeft gedaan... ...en daar vragen over, en dit en dat... ...dus, ja, op een gegeven moment, ja... ...ik had ook nooit voor dat ik zoveel zou kunnen vertellen... ...maar ja, op een gegeven moment, de eerste keer was ook echt... Uh, ...ja, was, de eerste keer was ook echt moeilijk... Ja. ...hij stelt dan vragen... ...ja, begin maar... Ik zeg, ja, mee? <laughs> ja, maar moet ik wil dat ik mee begin, ja. Dus ja, eigenlijk eerst, hij zo: weet je, we gaan gewoon laagdrapelig beginnen. en Begin maar over waar je over wil beginnen. Dus ja, uiteindelijk eerst waar ik het makkelijk vond over te praten, is eigenlijk hoe ik Sean heb leren kennen, die vriend van mij. En eigenlijk hoe hij eigenlijk hele goede vrienden zijn gewonnen. En ik eigenlijk daarover ben begonnen. Ja? En daarmee is het eigenlijk, ja. Gaan rollen. Gaan rollen, zou ik zeggen. Wat ah. hij vraagt en dan dit en dat. En eigenlijk kom je steeds op steeds diepere punten op ditjes en datjes, Ja. ja. Dus ja, dat was wel een aparte ervaring moet ik zeggen, ja. ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd, we ja. moeten heel veel geduld hebben nog. Uh, we ja. gaan niet alles vertellen wat in het boek staat, dan nee. moeten de mensen straks maar het boek kopen Precies. en het kan gaan lezen. Ja. Eén dingetje wilde ik wel even op terugkomen, waar je ja. net al even aanstipte, wat, waar het ook in het boek over gaat, is over uh, het dieptepunt in, in je familierelatie, ja. en met name denk ik, dat je ouders bedoelt ik ja. weet... Um, dat voor het ongeluk ja. um, was er niet of, geen, of ja. weinig contact ja. met je ouders. Klopt. Um, ik kan me voorstellen in zo'n situatie dat je dan dichter bij elkaar komt, dat het juist misschien verbroedert. Ja. Maar is dat ook gebeurd? Uh, nee, helaas niet. Nee. Helaas is het misschien nog wel uh, erger geworden dan dat het was, ondanks ja. de situatie. En, uh, ja. Maar zoals ik zei, daar gaat het iedereen over teruglezen zoals het, uh, als het letterlijk is geweest. Ik ben ook gewoon heel eerlijk over alles over, ook over mezelf, dus ik heb wel een eigen zelfreflectie in dingen die ik zelf fout heb gedaan. Dus ja, dus. De... dus ja, het is gewoon echt, gewoon echt heel puur en heel eerlijk. En ja, het is moeilijk om te zeggen dat je zelf fout zit. Maar wat waar is, is waar. En dat, ik denk dat ik in mijn boek echt... En voor sommigen zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar ik heb alles verteld zoals ik het heb ervaren. En hoe het echt de waarheid is. Want ik heb natuurlijk veel mensen omheen me die alles mee hebben gekregen. En ik heb dus ook naar hun gestuurd en gevraagd of het echt. dat ik misschien. Niet anders heb gekeken naar het is en hun en ja, hebben mij gewoon echt bevestiging gegeven dat nee, dat echt letterlijk is, zoals het is. Dus ja, dus ja ik denk dat het een heel eerlijk en puur uh, boek is en omschrijving. En ja, als mensen, als ik daarmee mensen kwets, ja, dan heb ik daar uh, ja, heel veel, heel weinig, geen boodschap aan eigenlijk. We gaan ja. het straks wel hebben over je nieuwe carrière die je ja. ook al ondertussen begonnen bent. We gaan eerst naar de tijdmachine. Ja, tijdmachine uh, onderdeel in ons programma. Dan uh, gaan we terug. Dan geven we de gast, in dit geval jou, de kans om in de tijdmachine te stappen, ja. terug te gaan naar een bepaald moment in je leven. En het kan een uh, glorieus moment zijn, het winnen nee. van een titel. Wat je graag nog een keer wil beleven, kan ook een moment zijn dat ik naar nou, dat ging niet helemaal goed. Dat wil ik graag overnieuw beleven. En ja, dit is misschien een open deur intrappen. Maar ik wil uh, toch ja. voorleggen: welk moment wil jij terug naartoe? Um, ik wil niet terug naar de dag van het ongeluk. Nee. Dat dacht ik eerlijk gezegd dat ik je dat zou gaan zeggen. Ja, ja, de, de, ja weet je, ik heb. Uh, nee. Ik ben eigenlijk heel veel sinds mijn zusje was bekeerd tot moslim. En ik heb eigenlijk ook al heel veel heel lang interesse naar, zeg maar. Maar ik heb nooit eigenlijk die stap gemaakt, dus ik ben mij nou de laatste tijd steeds meer in aan het verdiepen. En. Eigenlijk omdat ik daar veel meer aan, aan het lezen ben, kan ik ook een soort rust in vinden, want ja. ik zag ook heel bij mijn zusje dat de, de, de islam haar ook heel veel richtlijnen gaf voor het leven en dat zij rustiger werd en andere kijken op het leven kijken, dus eigenlijk na het ongeluk ben ik daar ook steeds mee gaan doen. En ja, in de Koran staat ook, ja, dingen gebeuren zoals ze gebeuren, het is al bestemd zoals het is, dus nou, dat stukje wil ik gewoon niet terug, het is zoals het is, het heeft zo moeten zijn. En uh, ja, dus die, die, die wil ik niet kiezen. Ik wil teruggaan naar, uh, naar het and Furious toernooi. Ja. Het 70 kilo toernooi. Toen ja. eigenlijk als dark horse... Ja, toen ik eigenlijk mocht invallen voor uh, Jojo Petrosian. Ja, nee, ik was ja, 21 toen en ja, die kans die werd mij voorgeschoteld en ja, die pakte ik aan. Ja, ik, neem eens even terug naar die, uh, naar ja. die dag acht man toen ook? Uh, Ja, het was eigenlijk heel grappig, want ik had op die wedstrijd. had ik eigenlijk een andere wedstrijd gepland staan in Rusland. Dus ja, en. Uh, ja, dus toen kreeg ik dat aanbod. En ja, ja mijn vader, ja, William, mijn vader eigenlijk, die. Uh, ja, die vond eigenlijk dat ik daar niet klaar voor was. Dus die zei van, ja weet je, we pakken gewoon die partij in Rusland. Maar die wou ik niet. Ja. Dus ik had ja, toen, toen die tijd deed Bas Boon nog mijn management. Dus ik had met Bas gebeld, geluisterd. luister Je moet die Russen overhalen als die partij laten gaan. Dat ik deze kans kan pakken en ik moet in dat toernooi staan. Dus ja, dat is uiteindelijk zo gelukt. Dus ja, ik heb mij in die vier, vijf weken ja, helemaal de kleren getreden Want ik denk, ja, dit is mijn kans. En ja, ja, dus die eerste dag moest ik tegen Shait, moest ik toen. Uh de eerste partij ja ik had een paar maanden eerder van hem al gewonnen in een uh, in showtime toen dus ja hij was natuurlijk uit op revanche ja, en ik vind showtime een topvechter dat ik altijd al heel erg naar op heb gekeken naar zijn stijl en hoe hij vocht en die is. zijn vond ik altijd super mooi om te zien ja. dus ja het was voor mij ja en het waren jongens die mij goed lagen. Dus voor mij was het eigenlijk een. Uh, Kastel, uh, Ja, door, was ja. het een win-win. Want ik hou van jongens die gewoon hetzelfde als mij. Die echt komen om te vechten en geen stap achteruit. En gewoon, voren, ja. en gewoon zien wie de sterkste is en wie het, wie het meest door kan zetten. Ja, dus daar was, was ik wel super blij omdat ik de eerste wedstrijd tegen hem moest. Dus ik won, uh, won uiteindelijk van hem in de tweede ronde. Door een knieën pas stoot, als ik me niet vergis. Dat is een beetje. Ja, uh, ja in de tweede wedstrijd moest ik tegen Christen Gimby toen de tijd. Die. Uh, die was op dat moment de wereldkampioen. Die versloeg ik op punten. Ja, de ja. African Warrior. De yeah. African Warrior, ja. hele lastige jongen met zijn knieën. Uh, met zijn knieën. De knie, ja. Ja, ja. Ja, dat was een hele, ja, hele moeilijke opgave, vond ik. omdat ja, Chris natuurlijk persoonlijk werkte toen die tijd ook nog bij Nikko Sports. En hij kwam heel vaak in de winkel om spullen. Dus ik was ook gewoon, gewoon goed met hem. Dus het was een beetje een mixed feeling, zeg maar. Maar ja, zakelijk ja, is zakelijk. Het was wel om te ja. winnen, ja. Dus ja, zo dacht hij er ook over. En dan was ik blij om. Dus ja, uiteindelijk won ik naar mijn mening best dominant op punten. En in de winnaar tegen ja, Kishenko. Ja. Ja, wat een reus was dat, zeg. Ik weet nog goed, ik was uh, aan het opwarmen. En uh, <laughs> ja, op een gegeven moment komt hij uh, voorbij lopen en William zegt keer, Wie is die zwaargewicht van uh, van Die heb ik nog niet gezien. Ja. Ja, toen zei William: Ik wilde mijn oom. Dus het is niet gezwaar geweest, Dat is Kishenko, Dat is Kishenko. Oké. No <laughs> ja, maar dat ah, ja. ik zeggen inderdaad, want jij bent niet de grootste uh, nee. 70 kilo vechter. Nee. Uh, uh, hij loopt in het ziet eruit als een zwaar weer. Ja. Hij ging toen, toen de tijd, volgens mij, ging hij terug van 6, 87 kilo helemaal ja. terug naar de 70. Ja, nee, het was echt een, echt een beer van een gozer. Ja, tering. Ja, weet je, ik dacht, ja, ik ben al zo ver gekomen. Ik dacht, ja, gewoon alles of niks. Dus ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, die man het trapt en sloeg wel gruwelijk hard. Zeg. Godverdomme. Ja. Als je gewoon naar die wedstrijd kijkt, met je ogen dicht zonder naar het uh, beeld te kijken, dan hoor je op een gegeven moment hoor je een levensstoot die zo hard is, dat je het gewoon hoort wanneer het is. <laughs> en ik zeg wel oh eerlijk, ik moest ook bijna poepen doen. <laughs> ja, ja, dat is echt uh, geen grap, die was echt hard. Maar ja, gelukkig kon ik hem uh, ja, raken met een die linkshoek die er goed op zat. Hè? Ja, ja. En toen was het uh, gelukkig klaar. <laughs> ja, ja. ja. Ja, dat moesten toen, want jij kwam het als, als, als redelijk, ja, het had je had natuurlijk wel naam gemaakt, maar in ja, dat veld van, van ja. namen nee. als redelijk onbekende kwam je erin. Ja. Dan win het hele ding. Ja. Was dat voor jou ook een moment dat je jezelf voor je eigen gevoel had neergezet, van ik hoor echt bij de ja. grote jongens? Ja, dat was voor mijzelf ook wel een beetje zelfvertrouwen, van ik kan met dit mee. Ik kan, ik kan op hoog niveau en ik kan echt een goede prof worden, was toen wel echt uh, voor mij, zou ik zeggen, doorslaggevend. ja. ja, ja. ja. Eigenlijk, toen is ook alles, ja, alles veranderd. Ik ben toen echt gaan focussen op het kickboksen zeg maar. Ben ik er ook gestopt bij Nico sports met uh, met werken. Toen ben ik echt ik ben echt, echt pro Ja. Ja, klopt inderdaad, ja. ja, ja en de rest is history. Want later ja. werd je de glory kampioen, ja. de two way champion was ja. double champ voordat het een ding werd uh, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja, dus ja, dat was wel, ja ik had wel een uh, ja, leuke ervaring gehad. <laughs> ja, ja. ja, gelukkig wel. Is ja. het was wel een aardig geldprijs aan, uh, aan het toernooi toen uh, verbonden, kan ik me herinneren ook. Hè? Ja, 50.000 zat. Ja. ja, dat was voor mij toen super geld. Ik voelde mij een miljonair. ja <laughs> ik, ik verdiende toen nog maar. Ik stapte volgens mij in dat toernooi met 2500. Ja. Dat was mijn instapgeld. En dan had ik nog geluk ook, omdat ik als uh, vervanger kwam. Dus ik had nog extra verdiend. Want ja, voor mijn eerste aardpartij... Ik weet nog goed, ik kreeg 350 euro voor mijn staat-partij. En dan moest ik nog zelf een VIP-tafel verkopen ook, dus ja. En als je dan nou zou zeggen tegen de jongens van, ja, 300, pff, die is gek, dat doen die misschien. Ja. Dus ja, dat is een hele andere, ja, andere tijd. Ik ben ja. wel blij dat het nou meer is als toen, maar... Wat heb je ja. gedaan met het geld, weet je dat nog? Pff, zo ben ik op stop gegaan, dat was het weg. <laughs> <laughs> ja, die 350 euro, ja. Ja, ik was toen 18, dus ja. ja. Dat nee, is, het, is het 2009 of zo? Uh, ja. zo, rond die tijd, hè? Ja, ik ja. denk het wel, ja. Ja, ja, was, ja 2009 zo, ja, want uh, ja, ik was 18, 19. Ja, 21, was 2011 was Fast and Furious, dus ja. Ik ja. denk zo 2008, 2009, ja. ja, ja Mooie was, tijden. Ja, was uh, leuke tijden, ja. ja. Goeie herinneringen. Ja, Terug naar het nu, Wat het net over je nieuwe carrière. Je bent een, een opleiding aan het doen. Ja. Je bent ook werkzaam als uh, als straatcoach, ja, klopt. Uh, met uh, ja, straatschoffies. of ja. Uh, ja. Hoe ben je daar ja. zo geraakt? Weet je, ik heb de, uh, tien jaar geleden ben ik daarmee begonnen met het project in Den Bosch, zeggen. Ja? Met straatcoach en heb ik toen uh, drie jaar gedaan. Maar omdat hij ja, op een gegeven moment te druk werd met het kickboksen, heb ik dat uh, gestopt zeg maar. En uh, ja, na het ongeluk in mei, zullen we zeggen, uh, echt precies die dag dat ze de drains eruit haalden, ging ik naar de sportschool. Want ik dacht, hé, hey, ik kom weer naar de sportschool, ik ga even kijken. Toen ja. kwam ik toevallig de jongens tegen van de straatcoach en die uh, zochten toevallig nog collega's. En ik was daar al een paar keer uh, gevallen natuurlijk, maar ja, ze wisten niet hoe het met mij stijl ging of ik kon fietsen, want wij gaan ja, op de ja, fiets. Ja, ja. Ja, dus ik kwam hem toevallig tegen En toen kwam het al gelijk, ja, van luister, ja, ze willen jou graag. Zeggen, kan, kan je? Dus ik zeg, nou, ik kan bellen. Ik zeg, dus ik belde eigenlijk naar de leidinggevende. En ja, toen, ja, de volgende dag was het eigenlijk al klaar. Wat eigenlijk al alweer een uh, verband is. Dus daar ben ik weer uh, verder aan straatcoaching. Ja. ja. Met, uh, ja, wat, wat haalt het in? wat het zijn wat, eigenlijk... Doe je zo, uh, ja, kijk, zoals jij zegt, ja, ze zeggen straatschoffies. Ja, ik zie dat heel handig. Van de gemeente zeggen ze natuurlijk ook zo. Maar wij zijn eigenlijk... Uh, wij helpen eigenlijk de buurt een beetje in toom te houden. Tegen hangjongeren, tegen overlast. Uh, ja. We zijn geen politie, want ik wil daar totaal niet mee zo geassocieerd worden. Dus we zeggen, wij helpen meer de jongens dan ze alleen maar weg te sturen of in aanraking te raken. Of uh, ja, spreken ze ook aan of met drugsgebruik, met uh, van alles en nog wel. Dus we doen een ja, ja, ja. Beetje, proberen een beetje op het goede, goede rit te houden. Ja. En een beetje begeleiding te geven waar naartoe, naar jeugdhuizen of naar eventuele andere vormen waarmee ze hen kunnen, kunnen helpen. Ja. Wat zijn het van jongens of meiden waar je mee te maken hebt? Ja, jongens en meisjes, eigenlijk zoals jij zegt, ja, het zijn eigenlijk uh, ja, van alle afkomsten. Je hebt Marokkanen, Nederlanders, Syriën, alles door elkaar. Dus het is niet echt. Uh, denk, het is gewoon op dat moment waar, uh, waar de hangjeugd zijn en waar ze last van hebben. En nou met die coronatijd is natuurlijk extra, want ja, ze kunnen nergens heen. Ze, nou, het moet zo'n vijf uur. Alles dicht. Dus dan gaan ze naar nou op straat hangen. ze gaan daar een beetje iets doen. Want er ja. valt niks te doen. Dus ja, we dus proberen ze dan een beetje een toontouw. Als we klachten krijgen dat er overlast is. En onze aanspreek van luisteren: jullie kunnen maar. Als je het niet rustig houdt, ons komt de politie dadelijk. Komen de boetes, bla We kunnen naar het jeugdhuis, Die is tot dat open. Dus je probeert ze een beetje een, een richtlijn te geven. Ook om op school te blijven. En eventueel andere dingen. Ja, luisteren ze naar jou? Uh, soms wel, soms niet. Het ligt er een beetje aan. Het is een beetje, sommigen die willen de eerste keer een beetje, een, een beetje stoer meteen over de vriendjes, maar uh, wij mogen helaas uh, geen, uh, harde fysieke, geen, geen harde aanpak doen. Geen het zo maar aanmoediging. Dus, dus, het zijn, uh, dus het zijn fysieke woorden. <laughs> nee, nee, ik zou eerlijk zeggen, ik, uh, nee, ik vind het wel meevallen. De jongens tegenwoordig, ze zijn uh, milder als uit mijn tijd moet ja? ik zeggen. Ja? Ja, ik, ze, ik vind ze wel wat netter. Milder hoe? Ja, weet je, vroeger als ik naar mezelf kijk, als iemand naar mij toe ging, iemand die ik niet kon, of die naar straatcoach politie was of niet, ja, die ja. zei, ja, ja, mag dat niet, dat deed ik nog een keer voor zijn neus, zou ik maar zeggen. Dus ja, ja. die mentaliteit nu, ik vind dat ze wel misschien wel wat meer respect hebben om, uh, ja... Ja, echt wel. Oh ja dus ik ja. hoor ja ik ben, denk altijd dat ik heel andere verhalen hoor, dat dit jeugd tegenwoordig brutaler is en minder respect heeft. Maar van ik denk ook volks. dat dat komt aan de manier hoe je hem benadert, zou ik ja. zeggen. Ik heb natuurlijk zelf, ja, ik ben ook een soort van hangjongen ik was ook altijd buiten aan de pleintjes, blablabla. Ik denk wel dat het is inderdaad, als je een politiepakje daar komt en ze aanspreekt, dat al gelijk, een, en ook de manier waarop, dat het al gelijk een heel verschil is zoals wij doen. Ja. Kijk, wij gaan gewoon netjes een praatje met hen maken. Kijk hoe we kunnen helpen voordat we hun gaan aanspreken. Hé, hey, doe dit niet. Kijk, Als je hun gelijk spreekt, hé, hey, geen Johns roken, of weet ik veel, ja, ik zeg ja, maar ja, iets. Ja, ja. Terwijl je iets met hun, hé, hey, jongens, zou je wel dingen roken, bla bla, weet ik veel. Dan heb je een hele andere aanpak van benadering, zeg maar. Hmm. En ik denk dat dat misschien wel het grootste, grootste verschil maakt. Bijvoorbeeld ja. mijn, mijn collega Ishem, Ishem Agawi natuurlijk ook, een goede kickboxer. En dat is mijn, een van mijn vaste collega's. Dus ja, als wij samen zijn, dan is het alweer ja, wat makkelijker qua aanzicht en zo. Dus dat scheelt alweer. Ja. ja heeft dat inderdaad invloed ook? Jouw achtergrond? Dat je ik denk het als... wel, ja. Want ik denk het wel. Want ik denk ook als ze mij zien en ze weten van wie ik ben, dat al gelijk die taalgebruik al een heel groot verschil is. Ja. ja. Dat je toch een soort natuurlijke positie Ja, ik heb, eens, hebt, ja, ja ik heb ook wel eens een keer een jongen gehad die een beetje een grote mond gaf. En toen trok zijn vriendje hem aan. En zei hey, Niet doen, dat is voor Roosmalen. Dus dat was toch gelijk, van, was toch gelijk een heel stuk rustig. Ja, kijk, ik vind dat, nou, maar maakt het niet uit. Maar ik vind het wel grappig, zeg maar. Dus ik denk wel dat het voor de straatcoach wel een, een, een meerwaarde heeft, zeg maar. Ja, vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het sowieso met jongeren werken superleuk. Vandaar dat ik nou ook deze opleiding ben gaan doen, de persoonlijk begeleider voor specifieke doelgroepen. En ja, ik ben deze eigenlijk genoemd. Mijn, uh, mijn vriendin werkt in een TBS-kliniek als uh, psychisch begeleider. Dus ja, die heeft heel veel verhalen, heel zwaar werk. En heeft dat heel veel verhalen. En ik ben echt gaan bewonderen, zeg maar. Van ja. hoe zij ermee omgaat en wat voor mensen ze krijgt. En hoe ze die proberen te helpen. Want ja, uiteindelijk hoor ik ook heel vaak van mensen: van, ja, joh, die moet je gewoon uh, laten. Want die zijn. Nee, maar die mensen hebben ook veel vaak iets meegebracht, of toevallig iets. Je weet niet wat die mensen mankeert of wat de reden van op is. En hun proberen te helpen om weer terug in de maatschappij te komen. En dat vind ik uh, super knap, want er zijn echt vaak heftige dingen die daar gebeuren. Ja. Ja. En dus hoe meer zij erover vertelden, hoe meer interesse ik heb gekeken ja, met de volwassen personen. ja, heb ik dan iets minder mee. Maar mij lijkt me echt leuk om te focussen op de jeugd, omdat die nog een hele uh, toekomst voor zich hebben. Zeg maar. Ja. Ja, en dat helpt dan inderdaad dat je iemand hebt thuis, de liefde ja. in je leven. Ja. Um, dat je daar een beetje aan kan reflecteren. Dat ja, je, inderdaad. Ja, ja. En zoals ik ja, zei, zij support mij ook aan alles en, en nog wat. Dus ja, met het stijl, met, ja weet je, als je ja, na het ongeluk kon ik mezelf niet eens douchen en afdrogen. Dus dat heeft zij ook allemaal gedaan. Dus ja, dan ga je er wel iemand uh, extra waarderen. Zeg maar, ja, nee, hij ja, voelde mij echt een klein ventje van godverdomme. Ik ja. ja, kan me echt nog niet eens zelf douchen. Ik kan me niet eens afdrogen. Ik denk maar van ja, hoe moet je? Kom, je? Kan je sokken niet aantrekken dan? Ben je echt een heel klein monnik hoor. Ik ja, ja. Ben, ben blij voor je dat je liefde in je leven hebt. Ja, dus. nee, ik ook super blij. Ja. Um, zullen we naar Mount Fightmore gaan? Oftewel Mount Ehm, ja, um, Je ziet hè, dat plaatje op de, op de schermen hier: dat zijn. Okay. Uh, uh, ja, Destijds samengesteld door uh, Maloes en mijzelf, en dat zijn uh, ja de Mount Rushmore, dus de ja. grootheden uit de Middag En dat is de, 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 de vechtversie ervan. Dat zijn uh, de vet. op Maloes en mij vier grote invloeden op onze liefde voor de vechtsport, onze ja. inspiratiebronnen. En voor alle duidelijkheid: van links rechts natuurlijk Ramon Dekkers, uh, Bas Rutte, Bas Rutte uh, John Bloeming en Bruce Lee. Uh, en vraag aan jou is uh, Robin, wie is jouw? Grote inspiratie uh, of, of voorbeeld en die zou wat jou betreft aan Mount Fight Moment oh, komen staat dan. er al. Dat is? Ramon Dekker. Ramon Dekkers, ja? ja? Makkelijk. Ja, Vertel. Boven alles op en uit. Gewoon hoe die man vocht, die, ja, is gewoon een meesterwerk. Dat is echt, uh, ja, is gewoon uh, van Gogh in het kickboksen vind ik persoonlijk. Hoe zijn techniek was, zijn agressiviteit, zijn doorzettingsvermogen. Ja, dat is gewoon echt speciaal hoe hij naar Thailand ging om hun te vechten op hun regels daar. Of die nou won of verlies of wat ze ook probeerden te Want ik heb natuurlijk Nicky James is een goede vriend van mij geworden zijn halfbroertje. En uh, ja, die verhalen die ik heb gehoord, hoe hij die dingen deed en hoe ze hem probeerden misleiden of te vergiftigen of wat dan ook en hoe die dan. Ja, dat is gewoon echt iets waar ik uh, echt heel veel respect voor heb. En ik heb daar ook met hem uh, getraind. maar nou, zeg, terwijl... heb je meegemaakt, ja. Ja, nee, eigenlijk, ja, zoals ik zei, ik uh, werk bij Nico Sports. Bas Boon was daar, uh, of Nico Sports was van hem. En hij was ook de manager van Golden Glory. Dus uiteindelijk ben ik daar gaan trainen in Breda. Ja. Tot Ramon daar een keer kwam. Maar ja, nou, ik heb, we hebben dezelfde lengte, een beetje dezelfde stijl. Dus op een gegeven moment zegt hij, hey Robin, zo ik je samen trainen. Dus ja, ik was in shock. Ik dacht, hey, mijn grote held ja. vraagt mij om te trainen. Ik zei, ja, tuurlijk, lijkt mij super tof. Dus ja, uiteindelijk hebben wij dus ja, heel veel sessies gewoon samen getraind. Ze Zeggen we, deden we wel alleen... Het? Wauw. Ja, we deden alleen slagen zetten, sparen. Dat deden we gelukkig niet. Ik zou het ook niet, niet durven. Nee, ik zou hem nee? echt niet durven raken. Ik nee, puur uit respect. Ja, ja. Echt van: luister, die man, nee, die is zo'n Ik zou hem niet. Uh, ik zou gewoon elke keer als ik hem zou raken, zou ik sorry zeggen. Dus ja, dus we deden alleen maar technieken slagen zetten, zou ik zeggen. En een beetje, ja, een beetje los. Maar hoe. hoe toen hij die man mij, mij sloeg op mijn en trapte, dan was echt, uh, was echt een niveau dat je dacht van wow, wauw, hoe ja. is dit zo precies, zo zo krachtig. Ja, dat was, uh, nee, dat was echt een hele mooie, mooie ervaring, ja. ja, ja. Je dat je bijna tijdens het trainen wil stoppen om foto's te maken? Ja, joh, hou op joh, nee, ja, het was echt, uh, nee, ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen, ja. ja. Daar heeft hij ook een paar keer pet van mij opgehouden, want ik dacht, ja, maar mijn dag was goed, ik was, uh, ja... De 7 de, de hemel, ja. ja. Ben je ook met hem vergelijken eigenlijk? Want je zegt inderdaad een beetje hetzelfde stijl, een beetje hetzelfde bouw. Ja, ik ben wel eens met hem vergelijken, maar nee, dat vind ik onterecht. Weet je, Ramon Dekkers is uh, zijn niveau, zijn eigen niveau, die staat zo hoog, daar ben ik hierbij. Dus nee, dat vind ik, vind ik vind het wel super fijn dat ze het doen, maar nee, dat is niet te vergelijken. Nee, nee. zeker niet. Nee, dat Nou, hij hangt er gelukkig, hangt ja. er gelukkig ja, wel aan. Wie dus, dus, uh, wist die Bloem? bloem. John Bloeming is ja. um, uh, eigenlijk, dat is uh, voor mij een beetje de, de, de godvader van de Nederlandse versport. Het was okay. een uh, judoka die als oh, okay, vrijwilliger okay. naar de, de Korea oorlog ging destijds en mm. na die oorlog in Japan bleef hangen. Uh, en daar van, uh, van Masayama uh, onderwezen werd in het Kyokushin okay. uh, karate oh, okay. stijl. En ja. hij werd de eerste Niet-Japanner die die stijl uh, buiten Japan mocht gaan onderwijzen. Oh, die okay. heeft dat toen mee naar, naar, naar Nederland genomen, yeah, zeg maar, yeah. naar begin jaren 60. En van zijn eerste groep leerlingen, uh, daar zat onder Chris Dolman. Die Ik natuurlijk dat cadeau ook. Uh, Geert Gedoos, nee, die kwam laat De later. Later pas, oké. Maar uh, uh, Chris Dommas zat erbij. Jan Plas zat erbij, natuurlijk. Uh, Lucien Cabine, ja, uh, ja, ja. Wim Ruska. Dus allemaal mensen die later in ja. verschillende takken van Versport een grote ja. rol hebben gespeeld. Die staan allemaal. De eerste lichting, leerlingen van hem. dus. Oh, Oké, okay. oh, vet man. Hij ja, staat voor mij, ik man. zie ja. hem een beetje als zeg maar, de, de bron ja. van waarom wij later als Nederlands. Okay. Oh, eigenlijk Zo zijn nou. geworden. Dus, leuk om, leuk om te hem. weten. En Bruce Lee staat natuurlijk, denk ik, bij ja. iedereen ja. waar zo Precies, lijst, ja. Je kijkt die films dan niet. Ja, en als ik er iemand bij zou moeten zetten die je er nu bij staat, zou ik uh, Mohammed Ali doen. Dat, uh, dat is de enige voor de rest, hè. ja. Ja? Ja. Ja, eigenlijk moment met En Mike Tyson natuurlijk. Ja. Maar ja, Mike Tyson, daar ben ik ook de laatste tijd steeds meer in, uh, in. gaan verdiepen in zijn films. Niet in zijn vechtstel, nee. maar in de filosoof die hij is ja. geworden. Om het ja. zo maar te zeggen. Hoe die man op het leven kijkt en ja. dingen interpreteert. Nou, is, is ja. is... Uh, Heel intelligente man, hè? Weet slim je een rouwdouwer die Ja, iedereen, precies. Uh, ja. Maar hij heeft hem maar echt in verrast. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan kijken en gaan doen en. Ja, nee, daar, daar raakte me eigenlijk wel, hoe hij over dingen dacht en hoe hij over vergeving praat en over de dood. En... Ja, nee, echt, dat is iets heel moois om te zien, ja. Ja, ja, ja. ja. Luisteren we wel eens een podcast? Hotbox ja, die Hotbox, ja, ja, ja kijk wel. Ik heb toen laatst wel met Kabib nog gekeken en ja, nee, ik probeer het zoveel mogelijk te kijken. Ik vind het soms een beetje moeilijk om, om te luisteren naar hem, omdat hij zoveel slist, dus af en toe ja. moet ik heel goed nadenken. Ja, 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 maar ja, 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 ja dat af en toe, <laughs> maar hij af en toe goed, inderdaad van die wijsheid mee zijn. ja. Hij heeft een hele mooie, ja. die mooie filosofische ja. spreuk. Vind ik, ja, vind ja. ik ook. Ja, zou je, je zou het niet van verwachten. Want je kent hem natuurlijk als de rouwdouwer. Ja, als de agressieve kerel. Maar dan zit hij zo te praten over dingen. Ja. Ik denk, maar, kom, Jij ja. bent echt een slimme, slimme man. Ken. Ja, ook zeker een favoriet van mij. Ja. 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 Um, Tot slot, één ding wilde ik wilde aanstoppen met je. Stippen met je. In het begin ja. zei uh, Oeterdonk of Miami. Zei Oeterdonk. Ja. Ik weet, je hebt ook een speciale band met Miami. Ja. Uh, onder andere met Henry Hoofd daar. Ja. En met een hoop jongen Sean ja. Soriano. Die we ja. laatst zag, zag vechten. Um, um, ja, hoe is jouw band met die mensen en heb je veel contact met, uh, met Ja, die? heel veel. Luisteren. Ja, zoals ik zeg, ik ben uh, de eerste keer naar Miami gegaan omdat ik uh, in Brussel moest vechten tegen Hoffitel Prestati, die ik vloor op een snee bovenhoog. ja Henry was daar, want Sponge moest toen tegen Aarts, als ik me niet vergis. Wij zaten in dezelfde kleedkamer. Ik had met Henry al lang getraind toen ik nog bij Aarts zat. Dus toen ik 17 was, ging ik naar Amsterdam één keer om met Henry te trainen. Ja. Zij zei ze eigenlijk van, ja, weet je, uh, als je zin hebt, kom een keer langs. Uh, leuke trainingsjongens, je zou het leuk vinden. Ja. is een nieuwe ervaring. Ja, weet je. Zo wel. Dus ja, op een gegeven moment uh, was ik weer vrijgezel. Want ja, relatie was niet mijn ding. Dus op een gegeven moment dacht ik van, weet je, laat ik toch Henry maar een bericht sturen. Misschien lekker op vakantie een beetje trainen. ja. ja. Dus ja, dat hebben we eigenlijk zo gedaan. En toen ja, heeft hij mij bij Shan in de kamer gezet, en, of in huis gezet. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk hele goede vrienden met Sjan geworden. Ik zou drie weken blijven, we werden drie maanden. Tot ik de volgende wedstrijd had. En dat heb ik eigenlijk zo zeven jaar gedaan. Elke keer als ik een wedstrijd had gehad, ging ik terug naar Miami gingen trainen. Wanneer ik weer een wedstrijd had, ging ik weer terug naar Nederland. En zo heb ik een beetje afgewisseld. Ook ja. met Shan gebleven. Eigenlijk zijn wij ja, Beste vrienden kan je wel zeggen geworden. Ik spreek hem nu nog steeds uh, ja, elke dag ja, eigenlijk. Broer noem je broer nog bij hemzelf? Ja, ja, precies, 100 procent. Ja, Ik spreek hem misschien wel het meeste, meer als mijn vrienden hier in Nederland. Ja. Ik spreek hem echt letterlijk elke dag. En uh, uh, ja, ik zou zo ja, bevriend geraakt en nog steeds gebleven. En ja, ben ik uiteindelijk een jaar in Miami gaan wonen voor het MMA. En ja, heb ik natuurlijk nog meer uh, vrienden gekregen, nog meer banden daarop gebouwd en uh, mooi. Ja, dat is super mooi, maar ja, toch, Dan Bosch blijft toch mijn, uh, mijn stad. Ja. Zou je wel weer terug willen daar naartoe, voor een kort of langere periode? Of is het op uh, dit moment helemaal niet iets wat aan de orde is? Op dit moment zou ik wel even naartoe willen gaan op vakantie, om alleen nog even. Het is nu bijna. Ja, het is bijna twee, twee, nou, twee, het is nou twee jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest, dus voor mij is dat ja, het is nog nooit zo lang geweest. Ja. <laughs> dus het is wel even uh, ja, wennen, zou ik maar zeggen. Maar ik zou wel even naartoe willen gaan om Henry en Sean weer te zien. Ondanks Henry spreek ik ook nog steeds wekelijks over dingen. En... Dus nee, dat contact is natuurlijk gewoon goed. Maar nee. om daar te wonen? Nee, weet ik niet. Nee. Weet ik niet. Nee. Nou ja, ik weet ik ben er ook een aantal keren geweest. Ja. En bij, ook bij een topteam. Ja. Het is voor mensen die daar nooit geweest zijn, voor mij al als, als buitenstaander, moeilijk voor te stellen wat het verschil is, in, in niet alleen in professionaliteit, ja. maar ook in topsportbelevingen. Ja. Ten aanzien, dan heb ik het niet eens over de faciliteiten die gewoon maar ja. uh, en dat moet voor jou natuurlijk als, als topvot, moet ja. het een eye-opener geweest zijn. Ja, 100 procent. Ja, als je ziet hoe professioneel alles in Amerika is, hier is het allemaal een beetje van, ah, weet je, komt wel goed. Maar daar is het echt, echt geregeld, het in de puntjes en dat moet ook wel, want er is zoveel concurrentie onder elkaar qua sportschool, Dus als je zegt, je Merk een topteam zit een paar kilometer van, uh, van ja. Henry af, dus ja. ja, weet je, die spanning is zo groot, zeg maar. Ja. Dus, ja, dus alles moet daar gewoon echt tip-top in orde zijn, anders gaan ze weg. Dus ja, dat is heel eerlijk. Ja, en dan lopen daar natuurlijk de ene naar de andere killers lopen er rond. Ja. Het is niet normaal als je de hele lijn zit. Ja. bereist. Kamara Oesman liep er toen ja. rond, Michael Chandler, uh, ja. noem ze allemaal maar op. Ja. Noem eens eentje, wie maakte de meeste indruk op jou om mee samen mee te trainen? Ja, dan ga je zeggen dat ik partijdig ben, maar Sean. Ja? <laughs> ja, zonder grap. Die man, uh, ja, ik vind het zonder dat hij het niet in zijn wedstrijden laat zien. Ja. Maar die man is zo goed overal. Uh, als je hem ook met trainen ziet, maakt niet uit wat voor onderdeel. Die man is overal zo sterk en goed in. Tegen Chandler, worstelen of wie dan ook. Tegen met Kilbutt, uh, Beurens, Braziliaanse Jutsi, met mij kickboksen. Overal weet hij zijn mannetje te staan en gewoon echt gewoon op goed niveau. Maar in de wedstrijd helaas komt het er niet uit. Nee. Maar ja, de meeste die mij heeft verrast hoe sterk die is, toch, Oesman. Ja, ja oe, die sterk, die man, dat is, is niet normaal. Dat is echt een gorilla, dat is echt uh, ander niveau. Maar is het gewoon omdat gewoon hij hard traint of heeft hij gewoon een soort van natuurkracht? Dat een mix het, van het. het is een hele harde werker, echt ja. een hele harde werker. Hele sterke mindset. Die man is mentaal heel sterk, moet ik zeggen. Uh, misschien is het zijn sterkste punt wel. Ja, sterke worstelachtergrond, hè. fysiek ook goed, sterk gebouwd. Maar ik denk vooral. Maar ik denk toch dat het harde werken het meeste, meeste is. Uiteindelijk, als je fysiek sterk bent, maar ja, je werkt niet wat dan ga je uiteindelijk toch afleggen tegen mensen die wel hard werken. Dus ja, nee. Ja, ja die heeft mij denk ik misschien wel het meest, uh, meest indruk gemaakt op mij. Ja. Het ja. ja. mooie is, ik ben een beetje naar je te kijken terwijl je de, ja. de, het over hebt. En ik zie je ogen weer gaan twinkelen en je, ja. in je hoofd ben je, volgens mij, we, de, zie je weer naar Ik een, zie kaas, weer allemaal aan. dingen in mijn hoofd die, die ik heb meegemaakt. En uh, ja, het is als ik zeg, weet je, het is de jongens, die zijn allemaal uh, hele hoge mma werks Oesman-kampioen. Maar gewoon super normaal. Oesman spreek ik ook gewoon vaak. Dan stuurt u een appje van. Hey, hoe is het? Eddie Alvarez. Hey, hoe is het? Gaat met je? Gaat hij stel goed blijven? Gewoon echt gewoon super gewoon, uh, menselijk, zeg maar. Ja. Ook met Sean en uh, Oesman. Wij zijn een keer met z'n drieën naar Toronto gaan. Want we moesten daar een seminar geven. Oesman is niet iemand die een kampioen is. Hey, ik ben de kampioen. Ja, nee, ja. gewoon heel normale ja, jongen. Oh, ja. Lekker. Hij is ook gewoon heel gesloten. Want het is niet iedereen vriend. Dat moet ik wel zeggen. Maar als je een vriend bent. Is het is gewoon heel normaal, dan kan je met hem lachen, nee, zo, ja, super. En dat vind ik eigenlijk sowieso bij die Amerikaanse jongens. En dat uh, is iets wat ik wel heel erg waardeer bij Henry dan. Die jongens hebben allemaal heel erg respect voor elkaar, zeg maar. Ook voor elkaars kunnen. Want als Henry ja. bijvoorbeeld niet kon en ik ging, uh, dan moest ik de les, of Sean namen die vaak de les over. Ja. Of Henry nou iets zei of ik iets zei, er was geen discussie en ze deden het gewoon. Dus dan maakte het niet uit als de worstelcoach niet was en een ander gaf les. Dan nam je je gewoon gelijk direct aan, want hij was ja. aangewezen tot training. Ja. Dus klaar, hij dus was goed erin. Wij willen leren. Ja. Precies, dus je, en als je hier in Nederland bent, ja, dan kijk je zo snel naar een ander. Als, uh als onze hoofdcoach van Ozzy er niet is. En iemand anders moet lesgeven. Dan is dat echt Ja, toch dan eigenlijk gaat helemaal helft ja, wel een Ja, dan weet je. Ja, ja, weet je. Ja, dat is niet. Ozzy, ja. Ozzie is de echt enige ja. trainer. Terwijl ik vind, weet je. Ja. Iedereen, heeft, heel... iedereen heeft wat bij te brengen. Dus ja. Ja, dat is eigenlijk heel dom, hè. Want dan laat klier, je binnen toch om jezelf beter te maken. Ja, ja te precies. Alleen, en inderdaad. Dus... dus ja, dat is ja. je eigen inzet waar het belangrijkste om gaat. Ja. En links, rechts, zoals uh, als Henry die uitlegt. Het is hetzelfde als links-rechts als Ozzy, het is alleen ja. ja. Dus ja, weet je, dus ik vind, nee, dat vond ik wel heel mooi aan, 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 aan Henry's uh, sportschool, zullen we zeggen. Ja, ja, ja die mooi. Soundfair. Henry, vriend van de show ook, hè, weet je. Ja. Dus Shout-out naar jou, Henry. Zeker um, te weten, ja. Ja, jij bent nog niet klaar. Ik, zie het, ik merk dat aan alles, saaien. je, ja. dat jij nog niet klaar bent. Um, ik hoop het. Ja. En als luister, als het worst comes to worst, weet ja. je, als dit het wel was geweest, ja. kijk wat de carrière hierachter heeft staan, man. Precies, Die nee, kampen. daarom ben ik ook heel erg, daarom zetten we mij ook geen druk op, zou ik maar zeggen. Van als dit het einde is, zou zeggen, van mijn carrière, dan heb ik daar genoeg mee. Dan heb ik bereikt wat ik wou bereiken, misschien nog wel verder als ik ooit had gedacht. Dus nee, daar ben ik zeker tevreden mee, alleen jammer dat het op deze manier moet, moet eindigen, dat is het enige. Je bent voor mij, ben je gewoon sowieso een vechter in hart en nieren, dank je. Ongeacht wat in een uh, en Champion Life, en uh, ik ben heel dankbaar dat je hier je verhaal met, uh, met uh, ons wilde delen. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Ja, en uh, ik wens je het allerbeste toe, dank je wel. Hetzelfde, dank je wel. En uh, voor jullie allemaal uh, die kijken, dan wel luisteren. Uh, je weet het uh, even, we zijn te volgen op de social media kanalen en uh, we zijn te volgen op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Share, liken, delen, uh, abonneren, vertel het verder. Ook aan de pluimveehouder van verderop in de straat. Want die kippen willen ook mal eens een leuke podcasts horen. En dan uh, zijn wij de volgende keer weer. Dan heb ik alleen maar één ding te zeggen. En dat is. Woes!